Die heeft gewoon twee private dinners te koken deze week. Eerste vrijdagmiddag uit de lockdown. Moet je dus nooit doen. Ja, het is gewoon heel hypocriet. Het is gewoon zo hypocriet. PP, jij kan dit ook niet aan. Oh ja, we gingen zwemmen. Ja, op Curaçao. We zijn gisteren heel laat aangekomen. Nou ja, laat. De dienstregeling is een beetje veranderd. Dus het is om 7 uur landen. En dan is het gewoon al pikdonker. En we hebben onze eerste nog geslapen. Hier in het Boho Hotel. Echt één van mijn favorieten. Zelfde eigenaar als het klooster. Nou, daar was ik natuurlijk voor het allereerste keer terechtgekomen met Willem. Dit is de derde keer dat ik al slaap in het klooster of het Boho Hotel. Zo leuk. We zijn dus de enige gasten. Maar goed, zaterdag gaat natuurlijk Curaçao op code geel. Dus dan hopelijk. Allemaal mensen ons vergezellen. Zo zaten we gisteren. Als je nu wat hoort, dan weet je gewoon dat het iemand is. Voordat we de normale orde van de dag gaan doen, gaan we eerst een probleempje van gisteravond oplossen. Trolley zijn vergeten. Omdat we die hebben ingecheckt als handbagage. Kei slim. Not, moet je dus nooit doen. Je vergeet het gewoon. Je weet gewoon, oké, ik moet nu twee koffers hebben en dan ben ik klaar. Ja, niet dus. Helemaal die stomme trolley vergeten. Nou, we gaan eerst naar de airport. We hebben helemaal geen contact met niemand, niet. Maar we hopen gewoon dat als we daar aankomen, dat we hem terug kunnen krijgen met onze baggage claim. Ik zal trouwens even kijken of ik die heb. Deze moet je dus altijd hebben. Want hier vinden ze je koffer mee terug. Als je iets ziet waar ze eten verkopen, dan moet ik gillen. Hier, loempia's. Mag ik halen? Ja, ja, doe maar. Kijk maar, jij wilt iets. Gewoon iets. Doe maar, kijk maar of ze een pasteetje heeft. Of de soep. Ijakkes, dit wil je niet. Waarom? Ja, dit is leguanensoep of zo. Leguanensoep? Nou, Ruud doet het goed hoor. Hij verstaat volgens mij helemaal een papje mensen wat een pankesi betekent. Oftewel, ik zei tegen hem, doe maar iets van een pasteetje kesi of een pankesi. Dat betekent een broodje kaas of een pasteitje kaas. Oh, broodje met kaas, toch? Ja. Heel goed, dus hier bestond er, hè? Bon dia, dus goedemorgen. Ja, bon tardi is goedemiddag. Buonocci, goede avond. We weer een beetje inkomen. Ja, dat is wat even weer, wat was het ook weer? En dan is het half Spaans. Pan con queso. Koe, pan con queso. Koe? Nee, maar ze zegt con, misschien is het Spaans. Oh, misschien is het Spaans. Een klein vermoeden. We hadden er eigenlijk niet over nagedacht, maar ik wist dit misschien ergens al wel. We gingen even vragen aan een meneertje van, ja, het verhaal, wat moeten we doen? Zei hij, welke airline? Zei KLM. Zei hij, er komt er vandaag wel een binnen. We moeten komen als de incheckbalie weer open is. We moeten om 2 uur vanmiddag weer terugkomen. Dus we gaan nu onderweg naar Hemingway en dan gaan we Peetje zien. Want die is natuurlijk verhuisd hier naartoe. En ook al heel lang in de lockdown dus. Nou, dit is de vierde dag of zo, dat ze gewoon weer naar buiten mogen en mogen gaan lunchen ergens. Dus echt super fijn. Het gaat het voor alle trouwe kijkers. Voor alle trouwe kijkers van COVID of flow. Het gaat goed. Je bent al goed getent. Best mee eigenlijk nog, jongens. Nou, ik vind het aardig branig. Ik ben weer gewoon een beetje mijn eigen kleurtje aan het terugkijken. En heb je al spijt van je verkassings? Absoluut. Mis je de Kuip? Niet. Alleen de haringtent. Nee. Daar is die dan, de trolley. Hij is al uitgepakt hoor. Zo, jongens, we zijn weer on the road. En het is vrijdagmiddag hier. En dat betekent happy hour. Bij Mambo, bij Bonita tenminste. Dat vind ik altijd eigenlijk wel de leukste plek op vrijdagmiddag. Maar dit is natuurlijk de eerste vrijdagmiddag dat iedereen weer vrij is uit de lockdown. Dus Pepe zei al, snel komen, vroeg komen, want je moet wel op een bedje zitten. Anders mag je daar niet drinken, je mag niet aan de bar drinken en daar hangen. Pepe die ligt er al, helemaal spot gekleed. Dus we gaan even kijken hoe het wordt, jongens.
doe even verslag voor jullie voor de allereerste Vrij Meebo Out of Lockdown Curaçao. Natuurlijk nu ook mag, is zwemmen. Maar dan alleen 's ochtends vroeg en in de middag. Waarschijnlijk als deze vlog online komt zijn de maatregelen al lang weer anders. Maar goed, ik vertel jullie wel hoe het nu is. Dus we liggen hier en we zijn even een duikje aan het maken. Hoe heerlijk is dit? Geweldig! Jongens, het is 1 uur en wij gaan brunchen. We hebben echt... Ik sterf van de honger. Wat heb jij gegeten dan? Eten, krijg je geen kans om een tweede stukje in je mond te doen, want dan heeft zij al gewoon een hele rol naar binnen gewerkt. In de bank zitten. Jullie denken niet dat ik dit opkrijg? Dan zal ik jullie eens even laten zien, jongens. Mag ik jullie applaus in 3, 2, 1. Dat zit op hoor, dat zit er gewoon op. Nou, dag. Maar dit is niet lekker, want dit is met nep avocado. En een vlieg nu. Dus. Ik ben echt brak, denk ik. Ik kan gewoon de realiteit, jongens. Ik heb echt. Een wijntje te veel gedronken. Kijk nou, jongens. Jongens, ik heb werkelijk geen fluit gevlogd. We hebben alleen maar hier gezeten. Lekker beach day gehad. En nu is de tijd weer daar gekomen dat wij opnieuw een antigeentest moeten doen. Dus wij hebben lekker Turkije pan gehaald. Het is een lomito cheeky. Helemaal biefstuk eigenlijk. Met patatjes en een beetje slaai. We kregen het, want we moesten in de auto blijven zitten. Coronavirus. Toen deed ik hem open, toen dacht ik, oh nee, de sausjes. Hij heeft letterlijk alle sausjes erbij gedaan. Lieve mensen, een nieuwe dag in het zonnige Curaçao. Jongens, we gaan lekker varen. Dat is toch echt wel het leukste om te doen, Curaçao. Met een stel vrienden. Neem die er gewoon mee. Hoopjes, drankjes, jarbies, dippies. Ik ken het wel. Even inchecken hoe het zwemmen was. Fantastisch! Hier doen we het voor, jongens. Hier doen we het voor. Jongens, kijk nou hoe gezellig dit is. Dit is gewoon hoe het altijd is. Lieve Loite, het is vandaag maandag, Bonsiman. Want dit is eigenlijk de eerste werkdag op Curaçao. Als in, nou, we moeten natuurlijk bedenken hoe het hier is om te werken. En Rudy heeft ook gelijk werk, want Rudy heeft gewoon 2 private dinners te koken deze week. Vandaag staat het in het teken van boodschappen doen. En je weet al precies wat je wil gaan maken. Ja. Nou, top. Heb je hem? Oh, dat vind ik echt zielig. Hoe groot heb je uitgekozen? De kleinste, maar zal wel even groot. Betaal je per kilo? Ja. Waar liggen ze dan? In die bak daar. Wil ik het zien of ga ik huilen? Nee, je gaat huilen, tegen. De eerste werkdag zit erop. Ik heb zo weinig gevlogd. Maar ik heb wel gewerkt, echt waar. Ik zit nu bij Pop's Place voor een lokaal etentje. En Rudy heeft net een kreeft uitgezocht. En ik weet het, ik heb ook shrimps besteld, maar toch... Ja, het is gewoon heel hypocriet. Het is gewoon zo hypocriet. Mensen gingen helemaal, ja, ik ben vegetariër, maar je eet wel sushi en vis. Ja, klopt, jullie hebben helemaal gelijk, jongens. Ik mag mezelf eigenlijk dan geen vegetariër noemen. Ik ben gewoon een pescatariër, maar ook een flexitariër. Want ik eet soms wel vlees, maar bijna niet, dat is het. Maar ik vind dit dus wel een beetje zielig. Maar ja, ik eet dus wel de shrimp zelf ook op. Zo zielig? Zo snel? Pepe, jij kan dit ook niet aan. Maar als je hier zo in de zee springt en je pakt een lionfish met je... Met ja, maar deze zit echt te wachten op een dood. Ja. Maar dat weten ze alleen niet. Dat weten ze wel, dat weten ze echt wel. Hoezo weten ze dat? Ja, wat zijn ze anders aan doen daar? Ja, dat weten ze toch niet? Denk je dat ze hersenen hebben? Ja, ik denk wel dat ze weten van... Er is iets niet helemaal op de... In de haak. Hoe heet die? Bosco. Nee. Kijk jongens, daar zijn mijn shrimps. Rudy's favoriete winkel is de AliExpress. Daar bestelt hij zo nu en dan wat gadgets. En nu heeft hij dus zo'n ding gekocht, zo'n blaastest ding. Om dus je alcohol per millage
permillage? Promillage. Promillage, dat was het woord. Om dat dus te meten. Ik ga eens even kijken of dat ding het doet. 2, 1. Het zegt 0. En een autootje. Oké, okay, nou mag het rijden. Dat is goed. Mag denk wel. Jij dat zelf ook? Ja, sowieso. Jongens, goedemorgen. Het is een nieuwe dag en de eerste werkdag op Ruud. Dat hij vanavond private dinner hier voor K, want die is jarig. Superleuk. En ik ben de keukenhulp vandaag, dus ik ben een mannetje van alles. Alles asperges. Op Curaçao. Ja, jarig vandaag, dus ik ga even een cadeautje kopen bij de, ik weet niet of je kan zien, nee, de Peña. Althans, ik ga even een bon halen voor haar. Dat is altijd goed, de Peña, jongens. Dat is hier de Douglas, de Easy Paris, de, ja, daar is altijd goed. Dus dat ga ik even voor haar halen. Ik ben even heel snel naar huis, zo, morgen naar huis gesneakt. Terug naar het hotel, want Rudy is best wel aan het opschieten in de keuken. En we dachten, oh, het is zo warm, laten we een dip maken. We koken bij K thuis en die hebben ook een zwembad. Zo'n leuke plek ook. Dus die, daar gaan we even zwemmen. Dus ik was even zwembroeken ophalen. Ik ga nu wel eens een speer terug naar Rudy om hem te helpen. Dit is toch leuk. Hoe heet die mevrouw K? Loef Events. Gina Elena. Voor al uw tafeldecoratie. Tafeldecoratie, party, events, etc. Niet normaal hoe leuk. Hoe gaat het, chef? Zeer schön. Zeer schön. Ja, wil je deze even afspoelen? Ja, doe ik. Dan zit ze hier liggen, hè? Oké. Bloemietoe van de barbecue. Daarbij zitten wat witte asperges, een beetje crème van wortel. De groene wat je terugziet is de kousband. Bij sommige vriendjes de granaal, dus een beetje serviteur. Een gekarameliseerd uitje en een gekarameliseerd paddenstoeltje erbij. En wat kieltjes. Ik heb nog wat dingetjes over, dus ik zit op tafel en hebben jullie wat extra. Dus iets smaken. Heerlijk! Ja. Zo, chef, ik ben het tevreden. Zeker. Vergeet de chocolaatjes niet, hè? Nee, de chocolaatjes niet, nou ja. Die smelt in mijn hand gewoon al. Echt, hè? Hier nog een chocolademousje. Daarbij een krummel met een klein beetje vanille. Je kan wat rood fruit, bruintjes, besjes, aardbeidjes hier terugvinden. En een beetje gezouten karamel. Tot smaak. Het is klaar. Wat is klaar? Deze eerste dag vol chefferij. Je hebt het heel goed gedaan. Dus een dikke shout-out naar de chefkok Rudels. Mocht je nou een private dinner nodig hebben of een freelance chef. Ik zal zijn instaatje even hier in de beschrijving zetten. Hij is zo bescheiden. Jongens, goedemorgen. Een nieuwe werkdag. We zijn even bij Camille op bezoek geweest van Curaçao Toerismebureau. Altijd gezellig. En nu gaan we bij Number 10 lunchen en daar gaan we dan ook werken, hebben we vandaag bedacht. Het is 3:10 en ik heb nog geen fluit gedaan. Jawel. Nee, niet? Wat dan? Nuttige afspraak, maar wel nuttig. Met Milenke is altijd nuttig, daar niet van, maar workwise. Ja, we zijn wel dingen wijzer geworden. Oh mijn god. Die wegen hier, jongen. Het is ongelooflijk. 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 Oké, okay, Pedi hebt er net. Die is alweer klaar met werken. Die zei, maakt me niet uit wat jullie gaan doen. Maar ik ga eerst even mijn bikini halen. Dus die gaat dadelijk bellen waarschijnlijk. Ik heb ook wel zin om een dip te doen. Ergens. Doe dat toch even lekker, hoor. Maar misschien bij Saint-Tropez of zo. Dan kan ik daarna nog een beetje werken. Ah, ja.
jongens, we liggen op het strand. Dus wij zijn ook gezwicht. En terwijl we eigenlijk keiveel moeten doen. Dus morgen schuiven we op. Maar morgen gaan we ook verhuizen naar ons andere onderkomen. Nou ja, het is van dezelfde eigenaar. Maar we hebben twee koprollen. Ja. We hebben 50-50. Dus één weekje in Boho en één weekje in het klooster. Het klooster is ook zo leuk, jongens. Ik heb dit ooit, voor de trouwe kijker, die weten dat ik daar ooit eerder heb gelogeerd. Maar het is zo leuk. Dus dat staat morgen op de planning. En nog een hele to-do-lijst van werk en editen. Deze vlog editen. En nog allemaal andere geheime dingen die gedaan moeten worden. Maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Bij de buren te eten bij Colme Tapas Night. En dan moet je niet denken aan Spaanse tapas, maar echt gewoon aan culinaire kleine hapjes. En eigenlijk kom ik hier maar voor één ding, dat zijn de tempura bones. Dat is echt gewoon waar ik hier voor kom. Het is echt geweldig. Ik ga het eigenlijk laten zien. Ja, ik heb het al 80 keer verteld in de vlog, maar voor alle nieuwe mensen de tip: Colme op woensdag. Uithalen. Kijken. Zit hij hierbij, hoor, als de Spice Girls? Wat doe je altijd? Hij ligt op de bodem. De bodem? Ja. Oh ja, zie je. Oh, deze van met een prinsesje. Ja, die heb ik al echt heel lang. Dit is echt top. Wie heeft dit ding ook? Van de Kruidvat. Heb ik ooit een keer gekregen. Volgens mij is het van de Kruidvat. Maar het poppetje wat erop zit is helemaal vervaagd. Oké, laat maar eens even kijken. Is dat bij ons? Anders breekt hij af. Ik maak wel een heel gat in dat het weggaat. Ondertussen dat Rutsels even die splinter eruit haalt, hebben we alles ingepakt. We gaan naar de buurtjes. Oh, maar dit zou ik echt missen, dit uitzichtje. Als je hier zo wakker wordt 's ochtends. Het ging zo snel deze week, ik weet echt niet wat we allemaal gedaan hebben. Ik kan het al niet meer naproduceren. Kijk niet eruit dit. Nee. Laat het maar erin. Voel je. Nee, dat mag niet. Je moet hem uithalen. Kut, spullen. We halen straks ook bij Bo even een EHBO. Ik ga ook wel over de rest van leven. Oké, zijn we klaar hier? Ja. Leuk, vond je het hier? Een achtje. Een achtje? Nou, er waren nog niet zoveel mensen. Dus je, ja, de sfeer, dus, ja, dan moeten hier mensen komen. Dus nu, maar dat wij waren echt iets te vroeg voor de rest. Ja. Wij hadden al inside information. That's right. Van hier. Dus wij gingen alvast. Ah. Ja, dat is wel waar. Gewoon het niet laten. Dus volgende week. Dan zit het hier bommetje vol. Ja, want is er ook een kortingscode als je met Boho wil boeken? Serieus. Ja. Joy heeft een kortingscode aangemaakt, jongens. 20% korting. Ik ga het even in de beschrijving zetten. Nee, geen enkele toerist. En het is zo zonde, want het is gewoon weer heerlijk hier. De restaurants zijn open, stranden zijn open. Het is gewoon genieten. 11 uur avondklok. Nou, maakt niet uit, het ligt er ook nog eens een keer vroeg in. Beter dan 9 uur. En toch? Geen regen. En geen regen. Het regent heel erg nu in Nederland. Ja? Ja, dat heb ik gehoord. Kijk jongens, dit is toch ultiem voor de housekeeping. Daar ligt het beddengoed. Alle verzamelde handdoeken. Vuilnisjes. Kan ze zo alles opruimen. Dat is toch top. Ik was echt blij hoor toen ik housekeeping was. Ik ga hem afsluiten, want ik ga nu showen. Oh ja. Zien jullie volgende week in het klooster. Dan wordt Rudy een non. Oh ja, kom ik wel tot bekering.